Goedenavond, beste aanwezigen. Als algemeen directeur van het Agentschap voor Integratie en Inburgering heet ik iedereen, lokale besturen, andere organisaties die ingelogd zijn en uiteraard ook de sprekers en onze minister. Van harte welkom op dit webinar van ons agentschap, waar we jullie vanavond mee doornemen door een aantal zaken. Normaal gezien moet ik nu kunnen scrollen. Even een technisch probleem oplossen, maar dat gaan we oplossen terwijl ik eerst de minister de inleiding laat doen. Welkom Bart Somers, verantwoordelijk minister voor ons beleidsdomein. En blij dat u ook de aftrap wil geven van dit webinar aan lokale besturen over wat onze sector in petto heeft om lokale besturen en vooral ook de mensen zelf, de Oekraïners, te ondersteunen in deze moeilijke tijden in Vlaanderen. Dank u wel, Jo. Ik begrijp dat ik hier word ingeschakeld als een soort interludium om ondertussen technische problemen op te lossen, waar de minister allemaal niet goed voor is. Maar niettemin ben ik heel blij dat ik hier even bij jullie kan zijn en jullie mag verwelkomen op deze webinar van het Agentschap Integratie Inburgering over Oekraïne. Ik denk niet dat we lang moeten stilstaan bij het conflict zelf. Het is een afschuwelijk iets dat wij op Europese bodem een open oorlog meemaken vanuit een regime dat steeds barbaarser wordt tegenover een onschuldig volk dat moet vechten op leven en dood voor zijn vrijheid, waar door miljoenen mensen op de vlucht zijn, een samenleving volledig wordt ontredderd. En die mensen komen dan ook bij ons aankloppen in Vlaanderen. Op dit moment zijn er ongeveer 40.000 Oekraïners geregistreerd in ons land als tijdelijke politieke vluchtelingen. Die hebben een bijzonder statuut, 1 jaar, verlengbaar 2 keer met 1,5 jaar. En van die 40.000 die in Brussel geregistreerd zijn, zijn er ongeveer 10.000, 1 op 4, die zeggen van kijk, je moet ons helpen met het vinden van een woning. 3/4 trekt zijn plan. Vrienden, familie, kennis, misschien centjes genoeg om zelf iets te huren of te vinden. Maar 1 op 4 komt aankloppen en zegt, ja, help mij alsjeblieft met onderdak, met een dak boven mijn hoofd. En van die, laat ik zeggen, van dat vierde zijn er op dit moment exact 7.881 toegewezen aan een Vlaamse stad en of een Vlaamse gemeente. En u moet weten, 7.881, om het even in perspectief te zetten, we hebben bijna 20.000 plaatsen in Vlaanderen. Dus eigenlijk iets meer dan 1 op 3 van de plaatsen die beschikbaar zijn, zijn op dit moment ingenomen. Dus we hebben nog een mooie buffer. En van die 19.000 plaatsen zijn er 30% publieke plaatsen. Plaatsen gecreëerd door de lokale besturen. Daarnaast weten we dat we ook een heel pak private plaatsen hebben. Dus op dit moment zijn we het goed aan het managen, mede dankzij jullie inzet. Dus ik denk toch wel dat heel belangrijk is. Nu, die mensen... Het idee is dat die mensen hier tijdelijk zijn. En dat maakt het een beetje complex. Hè. Die mensen willen liefst zo snel mogelijk terug naar hun eigen land, zodra dat daar veilig is. Sommigen kunnen dat niet, want ja, dat deel van Oekraïne is bezet. Of durven niet, omdat er heel veel geweld is. Luchtaanvallen en dergelijke meer. Raketten die afgeschoten worden. Of ze leven in steden die nu in de frontlinie liggen. Dus die mensen, ja, die zitten hier tijdelijk. En dat is natuurlijk zowel voor die mensen als voor ons als samenleving die het allemaal moet organiseren, niet eenvoudig. Hè? Want tijdelijk wil zeggen, je moet teruggaan. Moet je in die tijdelijkheid dan, ja, wat doe je dan? In wachtmodus zitten, dagen, weken, maanden, jaar, langer. Hoe lang gaat die oorlog nog duren? Moeten we ondertussen Nederlands leren, ja of nee? En dergelijke meer. Dus we hebben daar ook serieus over nagedacht. En ons agentschap Integratie Inburgering, die daarmee voor verantwoordelijk is, ja, die heeft toch een aantal mooie taken op zich genomen. Hè. Die heeft onder andere een individueel begeleidingstraject. 2644 Oekraïners hebben daar gebruik van gemaakt. Hebben een korte cursus, 2 keer 3 uur, om mensen welkom te heten in Vlaanderen, die kort uitlegt hoe functioneert de Vlaamse samenleving. Gratis cursus aangeboden. Een beetje een voorafname op de cursus maatschappelijke oriëntatie. Mochten die mensen uiteindelijk toch langer blijven, ja, gaan ze op een zeker moment misschien toch moeten instappen in zo'n inburgeringstraject. Maar nu is het een versie light. Ook 2.176 mensen hebben dat al gevolgd. Of volgen dit op dit moment. Maar dan is er ook NT2, Nederlands, wordt aangeboden aan die mensen op vrijwillige basis. Maar ook daar toch opvallend, 1.800 van die Oekraïners hebben al die lessen Nederlands, zijn die aan het volgen. En daarnaast doet ook het agentschap tolkopdrachten en daar heeft ze ook 1.200 van gedaan. Dus toch wel heel indrukwekkend wat het agentschap op een korte termijn aanbiedt en waar jullie ook als lokale besturen zich goed moeten van bewust zijn, omdat dat toch een samenwerking kan zijn die voor iedereen een winst betekent. Dus ik moet u zeggen dat het mij toch opnieuw opvalt en ik zeg dat namens heel de Vlaamse regering, hoe hard en hoe,
hoe geëngageerd lokale besturen met heel hun netwerk zich hebben mee ingespannen tot nu toe om die crisis niet te laten ontsporen in iets negatiefs, maar laten blijven wat het moet zijn, namelijk een warm onthaal van mensen in nood die tijdelijk hier onderdak komen zoeken en waarvan we weten dat ze eigenlijk slachtoffer zijn in een gruwelijk conflict dat door Poetin wordt eigenlijk in leven gehouden. Laat me nog één ervaring delen. Voordat ik jullie in een goede handen laat van het agentschap Integratie Inburgering. Ik ben vorige week naar Antwerpen gegaan, naar Atlas, het inburgeringsagentschap van Antwerpen, om daar een les eens bij te wonen en mensen te spreken die een eerste keer zo'n les volgen, samen welkom in Vlaanderen, dus het leven in Vlaanderen. Daar waren een 60-tal mensen aanwezig, ja, overgrote deel vrouwen, ik denk maar 3 mannen, voor de rest ja, bijna 60 vrouwen, die les aan het volgen waren. Van vooraan in de klas stond een vrouw van Oekraïense origine, die al wel wat langer in Vlaanderen is, ik denk al enkele jaren, maar die zich nu heeft ingezet in het agentschap, die Oekraïens machtig is en Nederlands, en die lessen geeft in het Oekraïens, evident, want die mensen spreken nog geen Nederlands. En ik moest daar zijn, samen met de schepen Bashir van Antwerpen. Een stoere bink, hè, een zaalvoetballer geweest. Moesten we die mensen toespreken. En de schepen stapt op het podium en begint de mensen welkom te heren. En er wordt dan elke zin wordt vertaald door die Oekraïense-Nederlandse tolk. Die zegt, ja, we begrijpen dat jullie naar hier zijn gekomen. We hebben daar al begrip voor. We willen jullie warm onthalen. Wat jullie meemaken moet verschrikkelijk zijn. En terwijl hij spreekt over de gevoelens van die mensen, beginnen verschillende van die mensen te wenen. Dus die krijgen de tranen in de ogen. En die zijn daardoor ontredderd. En je staat van voor op dat podium en je ziet dat. En ik moest daar ook nog spreken. Maar je ziet dan, door die mensen in de ogen te kijken, wat je niet op tv ziet. En dat is eigenlijk, we zien op tv, het is heel hard om het te zeggen, maar we wennen snel aan die beelden van die oorlog. En soms zijn we blij dat die Oekraïners stand houden en dat ze zich niet over laten overrompelen. En we leven mee met het leed. En soms zijn er echt gruwelbeelden die je van huivert. Maar het meest aangrijpende beeld was in de ogen van die mensen te kunnen kijken, van die vrouwen. De vrouwen van twintigers, dertigers, veertigers, wat oudere vrouwen, wiens man, wiens zoon aan het front staat ongetwijfeld. En die zitten daar en die het trauma, het verdriet, de pijn, de ontreddering, de wanhoop, dat uit die ogen spreekt, dat is ongelooflijk. Dat is ongelooflijk confronterend. Ik ben 20 jaar burgemeester. Dan kom je toch in hele moeilijke situaties, maar dit heb ik eigenlijk nog niet veel meegemaakt. Dat grijpt zo aan, ik moest dan ook spreken, ja, met de krop in de keel, ik krijg dan ook de tranen in de ogen, ook die stoere schepen van Antwerpen, ook met de tranen in zijn ogen. Eigenlijk al die journalisten, iedereen daar ontreddert, zelfs de mensen van het agentschap zeggen, ja, dat is zo aangrijpend. En dan staat, ja, je hebt dat al gezegd, je hebt die welkom geheten. En dan staan die recht en dan bedanken die ons. En dan zeggen die van, ja, we zijn ongelooflijk dankbaar aan de Vlaamse samenleving, aan elke Vlaming, elke Belg, in dat geval ook elke Antwerpenaar, dat ons kindjes niet naar school kunnen gaan, dat die ook een beetje dat trauma kunnen verwerken. Want natuurlijk, die kinderen zijn nog meer getraumatiseerd en die pijn een plaats kunnen geven en dat wij hier terecht kunnen en dat u voor ons zorgt. We zijn ongelooflijk dankbaar We willen werken, we willen ons inzetten om iets terug te kunnen geven aan de samenleving. Dus dan dat je eigenlijk wat beschaamd wordt en zegt, ja, je moet ons niet bedanken. Het is onze plicht om dat te doen. Hè. Je hebt al leed genoeg dat je ook nog moet bezighouden met ons te bedanken. Maar die pijn van die mensen en wat we daar kunnen voor doen, wat we daar kunnen voor betekenen, hoe we daar het verschil voor kunnen maken. Om die mensen een veilig nest te geven, dat Vlaanderen een veilig nest kan zijn voor die mensen, is iets ongelooflijk waardevol. En dat kan dankzij jullie. Dankzij elk van jullie, dankzij de inzet die jullie doen, jullie administratie doet, de vrijwilligers in Vlaanderen doen, om die mensen dat gevoel te geven van kijk, er is een plek hier in Europa, wij staan aan uw kant, we zijn niet alleen, we voelen mee die pijn en we willen dat mee opvangen. Ik denk ook naar, als die dat kunnen bellen naar hun man, want die gaan hun man waarschijnlijk regelmatig nog horen en contacteren. En als die kunnen tegen hun man of tegen hun zoon of tegen hun vader kunnen zeggen van kijk, wij zijn hier, je moet je geen zorgen maken. Er wordt voor ons gezorgd, ons kindje zit in de klas.
Ik heb een dak boven het hoofd. Men legt hier goed uit hoe die samenleving in elkaar zit. Onze kindjes kunnen wat Nederlands leren. En ik kan aan de slag, ik kan wat centjes verdienen om mij nuttig te maken. Ik denk dat dat ook voor de moraal en van de mensen die nog in Oekraïne zijn, die aan het front moeten vechten voor de vrijheid, voor de waarden waar wij ook voor staan. Die overweldigaars, die dat barbaarse regime moeten stoppen, dat die mensen ook kracht geeft. Dus we betekenen niet alleen iets voor zij die hier nu getraumatiseerd en ontredderd aankomen, maar we betekenen ook iets in die strijd, door hetgeen wat wij doen, wat jullie doen. En ik hoop dat met de webinar van vandaag, dat dat ook jullie motiveert om die moeilijke taak, die boven al de rest wat je al moet doen, bovenuit komt, in een tijd die al zo complex is, dat je dat toch volhoudt. Want dat is iets waardevol, dat is iets duurzaam. Daarmee verlicht je een steen. En ik wil u daar dan ook echt voor bedanken, voor al uw inzet, ook de inzet van de ambtenaren van het agentschap, maar op de eerste plaats vandaag toch ook onze lokale besturen. Hartelijk dank voor al wat je doet. Dank u, meneer de minister. Ik zou dit geen interludium noemen. Belangen niet. Bedankt voor het stukje persoonlijke getuigenis van het bezoek van vorige week. Ik heb een aantal mensen gesproken die erbij waren. Ze waren onder de indruk en... U weet dat ik vang zelf thuis een Oekraïnse vluchtelingen op. En elke dag zijn er 3 of 4 thank you very much. Dat gevoel van, je moet dat niet zeggen, we doen dat met groot hart. Dat herken ik uit eerste lijn. En heel wat mensen in onze sector en ook bij lokale besturen zijn zich elke dag inderdaad het beste van hun aan het geven. En ik hoop dat met de informatie die we vandaag nog mee kunnen geven... En de komende maanden nog mee kunnen geven dat de agentschappen, want we zijn met meerdere partners in Vlaanderen, in Gent en Atlas en inderdaad onze stedelijke collega's uit Gent en Antwerpen en in Brussel kunnen we rekenen op de hulp van het Huis van het Nederlands. Ik ga toch nog een poging doen om een tweede keer het PowerPoint te delen en indien niet ga ik gewoon spreken en gaat een collega het overnemen, maar ik doe toch nog deze poging. Bedankt meneer minister en nog een fijne avond voor u. Vanavond de introductie heeft u al gekregen door de minister. We gaan toch even de cijfers, waar de minister al er een paar van vernoemde, gaan we toch de meest actuele aan jullie meegeven. Nadien neemt iemand van onze dienst vreemdelingenrecht en internationaal familierecht jullie mee naar de meest actuele definitie, de meest actuele informatie rond het statuut van tijdelijke beschermden. Dan komt onze directeur inburgering en T2 aan bod. Daarna onze directeur samenleven en taal. Zij gaan het allebei hebben over het aanbod dat er ontwikkeld is en nog in de pipeline zit. Ik zelf zal een blik werpen op wat er in Brussel gebeurt en toch ook even kijken naar de aanwervingen die nog op stapel staan en al gebeurd zijn in ons agentschap. En waar ik ook een warme oproep wil doen om de avond mee te sluiten. Ondertussen geef ik ook aan, de mensen zullen het al gezien hebben, op de presentatie staat er een QR-code, maar de mensen die liever de URL intypen, die zien de URL. En via dat kanaal kan je vragen stellen. Dat wordt hier door een team opgevolgd en die vragen komen op het einde aan bod. Proberen die te bundelen, zodat het voor iedereen helder en duidelijk is. Maar dus eerst de cijfers. De instroom zoals die vandaag gekend is, de tijdelijke beschermde en de registratie in het Rijksregister, ik ga daar toch een woordje uitleg bij geven, de tijdelijk beschermde zijn alle mensen die uit Oekraïne komen en sinds eind maart geregistreerd zijn bij de federale diensten. Eerst in het Bordet ziekenhuis of het voormalig ziekenhuis, nadien in de paleizen van de Heizel. En dat zijn er ondertussen 39.513. Daarvan zijn er al 18.032 die zich op datum van 6 mei hebben geregistreerd in het Rijksregister. Daar zit enige vertraging op. Waarom? Omdat de mensen, en dat zal straks nog door Elena, denk ik, ook verduidelijkt worden, hebben wel even de tijd om die tweede stap te zetten. Als we gaan kijken naar de registratie in het Rijksregister, dan zie je dat er precies 60% van de mensen in Vlaanderen zijn terechtgekomen. Meer dan 10.500. Dat 29% in het Waals gewest terechtgekomen is en dat 11% in onze hoofdstad, in het hoofdstedelijk gewest van Brussel, is terechtgekomen. Wat atypisch voor vluchtelingenstromen zijn de verdeling tussen de geslachten en ook minderjarige, meerderjarige, mensen die ervaring met de vorige crisissen of de vorige instroom van vluchtelingen, zowel Syrië, Irak als daarvoor Kosovo, die hebben gemerkt, aan de lijve gemerkt en hier ook in de cijfers, dat het toch wel wat atypisch is, deze crisis.
Er zijn veel meer vrouwen die ons land bereiken dan mannen. De minister had het er ook al over. 2/3 zijn vrouwen, 1/3 zijn mannen. En meerderjarig, minderjarig, dat is toch opvallend dat er bijna 40% minderjarigen zijn. Als je gaat kijken naar de cijfers die we presenteren daar juist, als je dat toepast op Vlaanderen, ja, dan betekent dat dat een potentieel van 14.700 meerderjarigen en 9.000 minderjarigen. Zeker bijvoorbeeld voor de collega's uit onderwijs is 9.000, een instroom van 9.000 potentieel minderjarigen een veelvoud van de vorige crisis en dat op een veel kortere tijd. Als je naar leeftijdsverdelingen ziet, dan ziet u heel duidelijk dat inderdaad die groepen bij de minderjarigen, dat daar toch heel wat 3 tot 6-jarigen, 7 tot 12-jarigen, maar ook de groep die naar het secundair onderwijs moet gaan, 13 tot 18-jarigen, aanwezig is. En dat zijn cijfers waar de collega's van het departement onderwijs en de verschillende netten en scholen mee aan de slag gaan. U ziet daar ook nog een keer de verdeling tussen meerderjarig en minderjarig in Vlaanderen. En dan bij het Rijksregister bedoel ik, en dan ook hier dezelfde percentages ongeveer, de verdeling man-vrouw van degenen die zich al geregistreerd hebben bij het Rijksregister. Voor het volgende stuk van ons webinar geef ik met plezier het woord aan Helena de Vijlder. Zij werkt, zoals gezegd, op de afdeling Vreemdelingenrecht en Internationaal Familierecht. En zij neemt jullie de komende minuten mee door een actuele stand van zaken in het kader van de juridische context maatregelen Oekraïne. Aan jou het woord, Helena. Dank u wel, Jo, voor de inleiding. Zoals gezegd is, ga ik jullie kort schetsen hoe het specifiek beschermingsstatuut voor Oekraïners of voor eigenlijk alle personen die Oekraïne ontvluchten naar aanleiding van de recente gebeurtenissen, hoe dat eruit ziet en vooral welke rechtsgevolgen daaraan gekoppeld zijn. Het is zo dat er heel veel meer te zeggen valt natuurlijk dan ik kan in die 10 minuten. Dus ga zeker ook eens gaan kijken op onze website www.vreemdelingenrecht.be, waar wij een nieuwsbericht publiceren, waar al die informatie in veel meer detail wordt toegelicht. Het is zo, naar aanleiding van de Russische inval in Oekraïne op 24 februari is er een ongeziene stroom aan ontheemden op gang gebracht. Die stroom die ging vooral richting de Europese Unie. Zoals jullie weten heeft Oekraïne ook een heel grote grens met niet alleen Polen, maar ook met Slowakije, Hongarije en Roemenië. Is de klassieke asielprocedure en de daarbij horende asielopvang in heel veel lidstaten, België niet al op zijn minst, zwaar overbelast. Hetgeen dat er uiteindelijk toe leidde onder de Europese Unie zelf om een richtlijn tijdelijke bescherming te gaan activeren. Dan een richtlijn die al bestaat sinds 2001, die ontstaan is naar aanleiding van de Joegoslavië-crisis ondertussen meer dan 20 jaar geleden en die nu voor het eerst ook effectief geactiveerd wordt, net om eigenlijk die personen die Oekraïne ontvluchten eigenlijk een collectief heel snelle maar dan ook tijdelijk beschermingsstatuut te gaan toekennen. Dus de tijdelijke bescherming voor ontheemden. Volgende slide graag. Ja, dus ik ga jullie heel kort met jullie doorlopen door het toepassingsgebied. Dus wie komt daarvoor in aanmerking? Hoe ziet die heel snelle procedure, zoals ik al zei, eruit? Maar dan met de keerzijde van de medaille, het verblijfsrecht dat maar van beperkte duur is en dat eigenlijk ook heel snel beëindigd kan worden zonder, zoals bij een gewone asielprocedure, individuele gehoren te moeten laten plaatsvinden, niet alleen voor het toekennen van het recht, de status dan bij de klassieke asielprocedure als vluchteling of als subsidiaire beschermde, maar ook naar de beëindiging toe, is dit statuut eigenlijk veel soepeler en dan ga ik daar de specifieke rechtspositie, dus welke sociale rechten zijn daar concreet aan gekoppeld, naar een woord meer over zeggen. Hierbij wil ik toch al de gelegenheid aangrijpen om jullie te wijzen op het belang van de terminologie. Ik spreek bewust over tijdelijk beschermde of ontheemde en niet over vluchtelingen. Uiteraard gaat het ook over personen die gevlucht zijn naar aanleiding van de gebeurtenissen die plaatsvonden in Oekraïne. Maar de vluchtelingenstatus is toch wel een status waar een heel ander set aan gevolgen aan gekoppeld is, waar de procedure er volledig anders uitziet. Dus dit zijn echt tijdelijke beschermingen met hun eigen statuut en hun eigen rechtspositie.
Dus we gaan eens kijken naar het toepassingsgebied. Is dus van toepassing op Oekraïners, personen met de nationaliteit die dat aantonen aan de hand van een paspoort, maar ook andere documenten eventueel. Maar het gaat ruimer dan dat. Ook personen die erkend zijn als vluchteling in Oekraïne of eventueel als staatloze. En zelf, en dat is de meest recente nieuwigheid eigenlijk, bepaalde derde landers, namelijk zij die een onbeperkt verblijfsrecht hadden in Oekraïne en ook onmogelijk veilig en duurzaam kunnen terugkeren naar hun land van herkomst. Pakweg een Syriër die als arbeidsmigrant in Oekraïne zou werken, zou onder die situatie kunnen vallen als hij dan ook een onbeperkt verblijfsrecht heeft. Ook zij kunnen onder dat toepassingsgebied vallen en tijdelijke bescherming in de Europese Unie krijgen. Niet enkel die drie categorieën, maar bovendien hun kerngezinsleden komen daarvoor in aanmerking. Met belangrijke beperking dat enkel degene zijn die gevlucht zijn naar aanleiding van de Russische inval, dus na 24 februari 2022. Anderen vallen buiten het toepassingsgebied van die richtlijn tijdelijke bescherming. Zoals ik al zei, de intentie daarvan, van het activeren van die richtlijn, was de klassieke asielprocedure, dus de gewone internationale beschermingsprocedure, ontlasten, de opvang daaraan gekoppeld ontlasten. Dus er werd een aparte procedure in het leven geroepen waar personen zich aanmelden op de Heizel in Paleis 8, eventueel op afspraak, anderzijds gewoon naar daar gaan. En eigenlijk daar, na een snelle beoordeling van het feit dat zij onder die toepassing, dat toepassingsgebied vallen, meteen een attest tijdelijke bescherming krijgen. Dat tijdelijk beschermingsattest houdt al het verblijfsrecht in en daarna melden zij zich bij jullie, bij de lokale besturen, die er dan voor instaan om de personen in te schrijven in het Rijksregister na een woonscontrole eventueel. Hetgeen dat ook al verklaart, zoals Jo daarnet zei, waarom er heel veel meer mensen een attest tijdelijke bescherming hebben in vergelijking met degenen die al in het Rijksregister staan. Dat is natuurlijk die vertraging die daarin zit ten gevolge van de woonscontroles en de aanmelding bij de gemeente die moet plaatsvinden. Wel een heel cruciale rol uiteraard van de gemeente om die verblijfsdocumenten te gaan afleveren, want verschillende sociale rechten worden dan ook daaraan gekoppeld. Bijvoorbeeld niet op zijn minst recht op toegang tot de arbeidsmarkt. Dat toch wel in schril contrast met de gewone internationale beschermingsprocedure waar personen zich melden bij het klein kasteeltje, maar waarna eigenlijk niet meteen een status als vluchteling bijvoorbeeld wordt toegekend, maar het commissariaat-generaal voor de vluchtelingen geroepen wordt om op basis van lange procedure met gehoren te gaan individueel, geval per geval, persoon per persoon, te gaan beoordelen of die daarvoor in aanmerking komt om dat beschermingsstatuut te gaan krijgen. Dus kenmerkend voor die tijdelijke bescherming is toch wel het heel snelle en het collectieve karakter in vergelijking met de gewone asielprocedure. Dan gaan we naar de volgende slide graag. Dus zoals ik al zei, met als nadeel misschien zou je het kunnen noemen, het feit dat het automatisch een tijdelijk statuut is, dat ook niet onbeperkt kan worden. Dus in eerste instantie gaat de gemeente een elektronische A-kaart afleveren, geldig tot 4 maart 2023, die dan 2 maal met 6 maanden verlengd kan worden. Eventueel nog met een derde jaar, dus nog 2 maal met 6 maanden, als de Europese Unie daartoe besluit, maar na 3 jaar onvermijdelijk beëindigd wordt, zonder dat daar individuele beslissingen moeten genomen worden in hoofden van elke persoon. In tegenstelling weer tot de internationale beschermingsprocedure, die leidt tot een 5-jarig beperkt verblijfsrecht en dan onbeperkt wordt in principe. Dat zal dus nooit het geval zijn voor de tijdelijk ontheemden uit Oekraïne. Naar sociale rechten toe, toch ook wel heel belangrijk, zien we een heel groot verschil en toch wel veel meer voordelen dan degene die die klassieke asielprocedure opstarten genieten. Enerzijds is er geen opvang voor degenen die tijdelijke bescherming aanvragen, toch niet in de klassieke zin van het woord. Zij gaan eerder via die housing tools die zijn opgezet en via de gemeente huisvesting aangeboden krijgen, mocht daar een nood aan zijn. Anderzijds hebben zij onmiddellijk onbeperkte toegang tot de arbeidsmarkt. Kunnen zij zelf met enkel het attest tijdelijke bescherming zich al inschrijven bij de mutualiteit, de publieke ziekteverzekering? Hebben zij het recht op OCMW-steun? Hebben zij het recht op het groeipakket in Vlaanderen?
betere gezinsbijslagen voor de kinderen. En hebben zij het recht om in te burgeren. Dus eigenlijk een rechtspositie die een pak voordeliger is dan hetgene dat geldt voor asielzoekers, verzoekers om internationale bescherming. Ik denk dat dat de voornaamste verschillen waren. Op de laatste slide vinden jullie nog eens de link terug naar ons nieuwsbericht. Maar vinden jullie ook de gegevens terecht van onze telefonische juridische helpdesk, waar jullie uiteraard ook met alle vragen terecht kunnen. Bedankt Helena. Dat is een mooie update. En dan geef ik graag het woord aan Sarah Leunis, onze directeur inburgering en NT2. Sarah. Oké, dankjewel Jo. Ik ga jullie meer vertellen over het voortraject, het specifieke traject dat is uitgewerkt en dat een antwoord biedt op de eerste vragen en noden van de tijdelijk beschermde. Het is een op maat gemaakt traject voor de doelgroep en biedt een alternatief antwoord op het klassieke gekende inburgeringsprogramma in tijden van deze crisissituatie. Het traject werd uitgewerkt om een heel snelle dienstverlening te kunnen geven. Een gespecialiseerd team dat we momenteel volop aan het aanwerven zijn, zal instaan voor de begeleiding tijdens het voortraject inburgering. Zij brengen noden, vragen, interesses in kaart en informeren en verwijzen door naar andere instanties. Vanuit de Vlaamse overheid, vanuit onderwijs, zal er ook voorzien worden in een specifiek traject NT2. En wat ook verschillend is met het reguliere inburgeringstraject, is dat er geen resultaatsverbindenis is. Het voortraject inburgering bestaat uit online infosessies Welkom in Vlaanderen, individuele intake en begeleiding en toeleiding naar NT2 en leerplichtonderwijs. En het traject wordt zo uitgebouwd dat het ook een opstap betekent of zal zijn voor een regulier inburgeringstraject, mocht je dat voordoen. Ik ga jullie eerst wat meer informatie geven over de online infosessies Welkom in Vlaanderen, waarvan we de eerste organiseerden op 28 maart. De tijdelijke beschermden uit Oekraïne die zich bij ons aanmelden, schrijven we in voor onze online infosessies. En tijdens deze sessies krijgen ze in het Russisch of vooral in het Oekraïns, dus in hun eigen taal, krijgen ze daar essentiële informatie over hun verblijf in Vlaanderen. We organiseren deze infosessies regelmatig en laagdrempelig. Ze kunnen zich hier vrij voor inschrijven en we organiseren gemiddeld 4 sessies per week. En deze week starten we ook met infosessies Welkom in Brussel. Inschrijven is wel verplicht. En we vragen ook om individueel in te schrijven, mijn excuses. Dus je kan als lokaal bestuur wel ervoor kiezen om live infosessies te organiseren voor een groep. Maar we vragen wel voor ze individueel in te schrijven, zodat we ze nadien ook één voor één kunnen uitnodigen, kunnen bereiken voor verder begeleiding. De thema's die momenteel in de eerste 2 basismodules aan bod komen, zijn verblijfsstatuut, wonen, inkomen en werk. En een tweede module gaat over gezondheid, mobiliteit, onderwijs en samenleven. We zijn momenteel ook verdiepende sessies aan het uitwerken, waaronder eentje voor ouders, waar we vooral gaan focussen op vragen rond kinderopvang en onderwijs. En er gaan ook nog andere sessies uitgewerkt worden. Dus daar gaan we binnenkort wel meer informatie over kunnen geven. Wat onze intake en begeleidingen betreft, brengen we de individuele noden en vragen en interesses in kaart. Dat kan gaan over persoonsgegevens, de thuissituatie, maar het kan ook gaan over bepaalde competenties die al verworven zijn, om van daaruit en ook gericht toe te leiden. We zijn hiervoor in gesprek met andere beleidsdomeinen, zoals onderwijs, welzijn en werk. En ook met VWSG zitten we samen om ervoor te zorgen om de intake en begeleiding zo goed mogelijk vorm te geven. Naast het in kaart brengen van persoonlijke noden en vragen en ook een interesse voor NT2, informeren wij ook over onderwijs, onder andere de toeleiding van minderjarigen naar het leerplichtonderwijs, maar ook bevragen we bijkomende info rond werk en welzijn en informeren we hen dan ook over de instanties waar ze daarvoor terecht kunnen. En verwijzen we ze ook door. En dan gaan we verder, dat is de verdere begeleiding die we dan voorzien voor deze Oekraïners.
Waar we dus mensen voor aanwerven die specifiek de focus hebben op deze doelgroep en daardoor ook wel de nodige expertise en know-how opbouwen. We hebben ook een, een flow uitgewerkt om jullie ook een beter zicht te geven van hoe onze dienstverlening is opgebouwd. Waar je in het midden ziet de drie pijlers van het voortraject inburgering. Dus individuele intake, de online infosessies en dan de toeleiding naar intake en T2. En waar we de toeleiding zowel zien vanuit lokale besturen, vanuit particulieren of op basis van eigen initiatief. En waar we ook wel merken dat de infosessies die we in de eerste weken actief hebben gepromoot, toch ook wel zorgen voor een grote toeleiding naar onze dienstverlening. En zoals ik daarnet al zei, zijn we dus in gesprek met andere beleidsdomeinen om een gerichte doorverwijzing te kunnen doen, maar ook om de infosessies verder vorm te geven en de begeleiding en onze intake ook verder vorm te geven. Ik sta ook nog graag even stil bij de toeleiding naar NT2, omdat ik weet dat daar heel veel interesse en vragen zijn rond NT2. De opdracht die wij hebben als agentschap, maar evengoed Atlas en Gent in de steden Antwerpen en Gent, is het in kaart brengen van de vraag naar Nederlands leren. En daar merken we dat er een zeer grote vraag is naar Nederlands leren en dat we de afgelopen weken daar ook wel een heel grote toename zien. We zien eigenlijk bij de 2000 kandidaat-cursisten die zich bij ons al hebben aangemeld, dat een grote meerderheid een CVO-profiel heeft. Dat is 97% en dat is slechts 3% van de doelgroep momenteel eerder een CBE-profiel heeft. Het profiel kan nog wijzigen naarmate er meer vluchtelingen naar Vlaanderen komen of er ook een andere doelgroep naar Vlaanderen komt. Maar momenteel zien we toch wel een grote oververtegenwoordiging richting CBO. En we merken ook bij degenen die interesse hebben in NT2 dat 80% van hen digitaal vaardig is. Dus dat zij ook eigenlijk wel zouden kunnen toegeleid worden naar een online aanbod NT2. En daarover zijn we ook in gesprek met onderwijs. Als we kijken naar de 2000 Oekraïners die zich hebben aangemeld voor een intake NT2, dan merken we daar eigenlijk twee typen van doelgroep. Enerzijds zij die de intentie hebben voor een snelle terugkeer, van zodra dat ze de mogelijkheid hebben ook terug willen keren naar Oekraïne. En daarvoor is het specifieke traject waar ik het zo meteen over zal hebben, de welkomstmodule, een zeer goed antwoord op. We merken anderzijds ook wel een doelgroep die eigenlijk vanaf aankomst eerder een perspectief heeft om langer in Vlaanderen te verblijven. We zien hen ook vooral bij degenen die worden opgevangen door familie, dat zij toch wel eerder die intentie hebben. En daarvoor kan het regulier NT2-traject een antwoord bieden, maar evengoed de welkomstmodule. Onderwijs heeft de opdracht om het aanbod NT2 te organiseren. En wij vanuit het agentschap gaan dus in overleg met onderwijs om ervoor te zorgen dat er voldoende aanbod is en toch ook voldoende specifiek aanbod om de eerste crisisnoden op te vangen. Er is onlangs een decreet goedgekeurd in het Vlaams parlement dat de NT2-centra de mogelijkheid geeft om specifiek aanbod NT2 te organiseren en daarvoor ook extra middelen te ontvangen. Dat is een welkomstmodule dat is uitgewerkt van ongeveer 40 uur, waarvan de eerste modules nu worden ingericht. En waar we eigenlijk focussen op de grootste noden die er zijn. En dat zijn dan vooral de mondelinge vaardigheden waar we toch een eerste basis willen aanleren. De inschrijvingsgelden, daar is ook nog, zijn ook nog voorbereidingen rond bezig. Momenteel is het zo dat vanuit de regelgeving onderwijs zowel het specifiek aanbod als het regulier aanbod voor tijdelijk ontheemden dat ze daarvoor moeten betalen, maar daar wordt wel onderzocht of dat daar ook wel een vrijstelling van inschrijvingsgelden kan zijn, net zoals voor asielzoekers. Dus nog één laatste slide, ik dacht dat ik kon afronden, maar wat ik ook nog jullie wou meegeven is dat er een tool is ontwikkeld
waar onze trajectbegeleiders in werken, waar we alle gegevens registreren, dus ook gegevens die we normaal in een regulier inburgeringstraject niet registreren. En dat is een tool die is ontwikkeld en die we binnenkort ook gaan gebruiken, specifiek om de vragen en noden van tijdelijk beschermden uit Oekraïne op te vangen. Perfect binnen tijd, Sarah. Dan ga ik onmiddellijk over naar Anne van Damme, onze directeur Samenleven en Taal, om dat aspect of die materie binnen ons agentschap toe te lichten. Anne? Dank u wel, Jo. Goedenavond ook iedereen van mijn kant. Ik zal starten met onze dienst Sociaal Token en Vertalen toe te lichten. Het is een belangrijk instrument, Sociaal Token en Vertalen, om in te zetten in die eerste communicatie met anderstaligen. En vanuit het agentschap spelen we een belangrijke rol in het opleiden van tolken. En eens ze opgeleid zijn, kiezen de tolken zelf om aan de slag te gaan, veelal als freelancer. En dan komen wij terug in de picture om vraag en aanbod te gaan matchen. Nu, we zagen bij de start van de crisis dat we eigenlijk zeer weinig tolken Oekraïens hadden. Dus hebben we ingezet op twee sporen. Het opleiden van sociaal tolken zelf en daar heel snel een traject specifiek voor Oekraïners ingericht. Een verkort traject, waardoor dat we nu eigenlijk de eerste mensen die de opleiding afgerond hebben, deze week en vorige week hebben. En daarnaast hebben we ook ingezet op crisistolken. Dat is een verkorte training, heel kort, eigenlijk in 2 dagen, waar mensen eigenlijk een training krijgen om heel snel aan de slag te kunnen leren rond deontologie. Een aantal praktijkoefeningen ook kunnen doen, waardoor ze eigenlijk inzetbaar zijn in eerder eenvoudige gesprekscontexten, maar waardoor we ook wel een grotere pool van tolken hebben. We voorzien ook, en ik ga direct springen naar het laatste punt, heel binnenkort ook trainingen op maat voor vrijwillige tolken die actief zijn binnen lokale besturen zelf. Zodanig dat we ook niet alleen zelf crisistolken inzetten, maar dat ook lokale besturen daarop zelf beroep kunnen doen. Een belangrijk aspect bij het inzetten van sociaal tolken en vertalen is natuurlijk de financiering. Het is tijdelijk gratis. Tussen 28 maart en 28 juni is er daarvoor een budget voorzien vanuit de Vlaamse overheid. Wel zeer belangrijk, dat is voor lokale besturen en voor erkende, gesubsidieerde of gefinancierde door de Vlaamse overheid erkende gesubsidieerde organisaties. Dus het is niet voor iedereen, maar toch voor een heel breed deel van het werkveld. Okay. Dan rond samenleven zelf. Jullie weten dat er een Vlaams en ondersteuningsteam komt, als ook regionale ondersteuningsteams. Dat is met een breed opzet naar ondersteuning van lokale besturen, zowel rond huisvesting, maar ook rond dienstverlening. En daar neemt ons agentschap een specifieke rol in op, namelijk die van sectorcoördinator. Het is de bedoeling, als er vragen zijn vanuit lokale besturen, dat je bij ons terecht kan over welk soort dienstverlening komt er, bijvoorbeeld vanuit werk, onderwijs, welzijn, maar dus ook onze eigen dienst rond inburgering. Dat we daar het overzicht bewaren en ook wel zorgen dat die dienstverlening afgestemd wordt. En eigenlijk dat we de schakel kunnen vormen tussen de lokale besturen en die Vlaamse sectoren. We houden daarin het overzicht en zorgen ook voor een vlotte informatiedoorstroom. De sectorcoördinatoren zijn nog in volle opstart. Dus het is zo dat we al in 3 van de 5 regio's mensen hebben. Maar dus, het is zeer binnenkort in alle regio's dat we actief zullen zijn. En dat jullie met vragen bij ons terecht kunnen. Misschien ook benoemen als er specifieke vragen zijn of problematieken rond het samenleven zelf. Als er moeilijke samenlevingssituaties zijn, ook daarvoor kan je bij ons terecht en kunnen we maatwerk leveren, want daar zijn vaak geen pasklare antwoorden op. Okay. En dan als laatste van mijn kant, er staat heel wat van ons aanbod ook op onze website. De link vind je onderaan deze slide. We zijn gestart in het aanbod met een brochure Welkom in Vlaanderen.
Die brochure is beschikbaar in, vertaald vanuit het Nederlands naar 4 talen. Engels, Frans, Russisch en Oekraïens. En bevat eigenlijk een kort overzicht van de belangrijkste informatie vanuit verschillende beleidsdomeinen. Welzijn, werk, onderwijs, inburgering ook en ook rond verblijfsmogelijkheden. En diezelfde informatie is eigenlijk ook opgenomen in de CIT-applicatie. Dat is de Crisis Information Translated. En dat is een applicatie die heel toegankelijk is en ook wel makkelijk kan gebruikt worden in contacten met mensen. Dus bij deze ook een warme oproep om de CIT-applicatie te downloaden of te promoten als lokaal bestuur, want dat is een handige manier om toegang te hebben tot ja, ook steeds de meest actuele informatie. Daarnaast vind je op onze website nog een aantal hulpmiddelen of tools. We hebben een overzicht gemaakt rond taalhulpmiddelen in crisissituaties, omdat sociaal tolken zijn één middel om in te zetten, maar er zijn ook andere middelen. Je hebt visuele tools, pictogrammen bijvoorbeeld, staat ook benoemd. We hebben al een eerste selectie gemaakt van pictogrammen die je kan gebruiken in basisgesprekken. Maar er zijn ook heel wat websites rond pictogrammen die zijn opgenomen in dat overzicht. En we hebben ook een overzicht gemaakt van vertaalapplicaties en hoe je die kan inzetten en in welke contexten. Daar hoort een PDF bij en een webinar zodanig dat we daar goed kunnen ondersteunen. Er is ook een brochure opgemaakt rond slecht slapen, piekeren en stress. Die is ook vertaald naar het Oekraïens. En er was ook een webinar bij voor vrijwilligers en gastgezinnen. Die opname is beschikbaar op de website. En later deze maand, 31 mei, start er terug een reeks voor vrijwilligers en gastgezinnen met meer informatie. Ook of, rond taal en participatie, ook rond praktische vragen waar mensen mee zitten, ook rond verblijfsmogelijkheden opnieuw. En we doen die webinars in samenwerking met Vluchtelingenwerk Vlaanderen en Orbit, om op die manier eigenlijk ook de krachten te bundelen en alle vragen die binnenkomen bij verschillende organisaties ook op een goede manier op te vangen en ook een zo breed mogelijk netwerk te bereiken. Ja. Bedankt, Anne. Het laatste stukje neem ik voor mijn rekening. Uiteraard, alles wat gepresenteerd is in ons agentschap is niet alleen actief in Vlaanderen, maar we hebben ook samen met de collega's van het Huis van het Nederlands hebben we ook een werking in Brussel. En daar doen we ook een aantal zaken. Sarah heeft het daarnet al aangehaald. Na de infosessies Welkom in Vlaanderen zullen we ook een specifieke infosessies Welkom in Brussel activeren. De eerste sessie is morgen. Voor inschrijvingen kan je terecht op het adres van onze Brusselse afdeling van het agentschap op www.bon.be/Oekraïne. We werken goed samen met de Vlaamse Gemeenschapscommissie op het terrein. We hebben mensen afgevaardigd bij hen. De VGC heeft ook 3 Oekraïne-hubs gecreëerd in gemeenschapscentra. En we proberen zo nauw mogelijk tot een samenwerking te komen binnen het netwerk van Nederlandstalige organisaties binnen onderwijs, cultuur, welzijn in Brussel. Ten slotte nog een kijk op hoe gaan we dat nu allemaal blijven doen. Het is zo dat er heel veel werk de afgelopen maanden is gebeurd binnen de verschillende agentschappen, maar dat is bij gemeentes niet anders, door het personeel dat er was op het moment dat deze crisis begon. Gelukkig heeft de Vlaamse overheid aan een aantal organisaties binnen de Vlaamse overheid ook wel krediet toegezegd om versterking binnen te halen. Voor ons agentschap gaat dat over 83,2 VTE. Het is geen mooi afgerond getal. Het is een verdeling tussen de verschillende agentschappen. En bij ons moet er dus iets meer dan 83 voltijds equivalent aan de slag gaan. En 27 personen zijn inmiddels aangeworven. Maar ik doe hier toch een warme oproep om op onze website van integratie-inburgering.be staan er heel veel vacatures open. Ook jullie hebben netwerken naar mensen op het terrein. Het is altijd een voordeel dat het mensen zijn die bijvoorbeeld Oekraïens kennen of een andere contacttaal, Pools, Russisch, kan zeker ook helpen. Maar een groot hart, een goede motivatie en met deze problematiek aan de slag willen is uiteraard de eerste vereiste.
Zo, we zijn op het einde van wat wij voorbereid hadden voor jullie. Ondertussen zit men in mijn omgeving heel snel de vragen die binnengekomen zijn via het Padlet-systeem te bundelen en die ook door te spelen aan de sprekers die u voor mij en na mij gehoord heeft. En ik denk dat ik het eerst mag gaan naar Helena en zij gaat in op vragen rond de materie, rond het statuut van de vluchtelingen. Ja, goedenavond. Er zijn inderdaad een aantal juridische vragen binnengekomen. En de eerste is, Helena, wat gebeurt er bijvoorbeeld met Armeniërs die zeggen al jaren in Oekraïne te wonen, maar dat niet kunnen staven en die doorgestuurd werden naar het lokale bestuur? Ze werden doorgestuurd door FedAsyl, maar kregen geen formulier van registratie mee en kunnen zich dus ook niet registreren in de gemeente. Ja, dank u wel voor de vraag. Ik denk bij die vraag dat het eerst kwestie is van te onderzoeken of dat zij wel degelijk onder toepassingsgebied zullen vallen. Zoals al gezegd, is dat beperkt tot Oekraïners, vluchtelingen, staatlozen en hun kerngezinsleden in Oekraïne. Ja, zullen zij eventueel kerngezinslid zijn van een van beide voorgaande categorieën, komen zij daarvoor in aanmerking, maar dan zouden zij op zich op de heisel zo'n attest tijdelijke bescherming hebben moeten krijgen. Is dat niet het geval, dan stelt de vraag zich of dat derde landers zijn, maar hebben die dan ook effectief een onbeperkt verblijfsrecht in Oekraïne, want dat is wel nodig natuurlijk om onder dat toepassingsgebied te vallen, en kunnen zij bovendien aangeven om mogelijk veilig en duurzaam te kunnen terugkeren naar hun land van herkomst, naar Armenië, zal een vraag zijn die dan beantwoord zal moeten worden. Nu, het feit dat zij zijn aangekomen op de gemeente zonder een attest tijdelijke bescherming of zonder registratiedocument, dat lijkt er mij op te wijzen dat die beoordeling op de heizel gemaakt is en negatief is afgelopen. Het is zo, dat was in de beginfase van de tijdelijke bescherming nog niet het geval, maar sinds een aantal weken worden er wel negatieve beslissingen afgeleverd door dienstvreemdelingenzaken daar op de heizel. Dan is er eventueel een beroepsmogelijkheid voorzien, maar zolang er daar geen verblijfsrecht is toegekend, zal effectief inschrijving bij de gemeente niet mogelijk zijn. Dus dat zijn dan personen die in onwettig verblijf zullen vallen. Oké, dankjewel. Volgende vraag nog even eens voor jou, Helena. De vraag is hoe dat mensen kunnen weten of dat tijdelijk beschermden effectief onder die tijdelijke bescherming vallen. Als ze bijvoorbeeld een rekeningnummer hebben dat ingevoerd kan worden, hoe kan men weten of iemand voor of na 24 februari is toegekomen in België? Ja, opnieuw dank u wel voor de vraag. Ik veronderstel dat die vraag komt vanuit de gemeente ofwel vanuit een van de collega's van het agentschap zelf. Nu, het is zo dat het Rijksregister en dan meer specifiek het Vreemdelingenregister, waar dat zij in zullen ingeschreven worden door de gemeente, bevat een IT-informatietype 202, waar eigenlijk de verblijfsstatus verblijfsrecht in weergegeven is. Daar is er sinds het activeren van dat tijdelijke beschermingsstatuut een specifieke code gecreëerd. Dat is de code 2.3.0 tijdelijke bescherming. Dus die zal ingevuld zijn in het geval iemand effectief tijdelijke bescherming heeft. Dus als het Rijksregisternummer daar die code weerhoudt, dan is dat iemand met tijdelijke bescherming. Maar dat zal natuurlijk alleen gecontroleerd kunnen worden door gemeenteambtenaren of andere instanties die zicht hebben op dat specifiek informatietype. Oké, dankjewel voor de toelichting. Ook een derde vraag, ook juridisch, Helena. Dus welk OCMW is bevoegd voor het leefloon bij verhuis vanuit een gastgezin in een gemeente naar een collectieve opvang in een andere gemeente? Daar spelen eigenlijk de algemene regels die van toepassing zijn op OCMW's om te bepalen welk OCMW bevoegd is. Dan daar is het eigenlijk zo, als iemand al ingeschreven is in het Rijksregister, dat eigenlijk op het moment van de hulpvraag de gemeente waar men is ingeschreven bevoegd is om te beoordelen of dat men recht heeft op die steun. Dus wanneer dat in gemeente A, waar men ingeschreven was bij dat gastgezin,
de vraag gesteld wordt naar steun, zal dat OCMW van die gemeente bevoegd zijn om te beoordelen of dat er nood is aan steun. Het is pas op het moment dat men in een andere gemeente ingeschreven wordt, effectief in het Rijksregister, dat de bevoegdheid naar die gemeente zal overgaan. Het is zelfs zo, wanneer men in de eerste gemeente van verblijf niet was ingeschreven, dus er was nog geen inschrijving in het Rijksregister op een bepaalde plaats, dan speelt er een andere regel dat bepaalt dat OCMW van de feitelijke verblijfplaats bevoegd zal zijn. Dus ook dan is het eigenlijk de gemeente waar men effectief verblijft bij het gastgezin, die zal beoordelen of dat men in aanmerking komt voor die OCMW-steun. Bedankt, Helena. Er zijn nog een paar vragen binnengekomen die we schriftelijk zullen beantwoorden, omdat ze zeer technisch van aard zijn. Dan willen jullie altijd de precieze informatie geven. Ik mag, of ik heb de eer om af te sluiten en toch nog even te verwijzen naar het feit dat, ondanks het feit dat het webinar gedaan is, onze ondersteuning naar jullie uiteraard blijft doorlopen. Het meest actuele aanbod vinden jullie altijd op onze webpagina, www.integratie-inburgering.be/Oekraïne. Daar vindt u de informatie, maar kan u ook met uw vragen terecht. Bedankt voor uw aanwezigheid en goede moed op het terrein en veel sterkte. Goedenavond nog.